Ik ben hier op de Neptunusschool bij het project Scratch. Wij gaan vandaag mensen interviewen over wat ze doen hier en hoe ze het gebruiken. Jij was net heel enthousiast over Scratch. Wat was er gebeurd? Als je deze knecht aanraakt, krijg je er meteen 5 min. Dat ik dacht dat het niet zou lukken. Want eigenlijk heet het spel alleen, je moet de monsters vangen. Dus daarom moet je de knecht niet aanraken, anders krijg je 5 min. En ik dacht echt niet dat het zou lukken. Wat leer je hier eigenlijk allemaal? Nou, we leren programmeren met een soort van game. We kunnen ook hier zelf games maken, maar het is ook het helpt je echt om gewoon dingen te maken op de computer en je leert er heel veel van. En hoezo doe je eigenlijk aan dit project mee? Nou, toen ik hoorde dat programmeren ging, was ik heel gefascineerd hierin. Ik dacht van, oh, programmeren, dat wil ik laten worden, dus dan wordt dit heel handig voor me. Wat is Scratch? Scratch is een programmeertaal ontwikkeld in Amerika. En het is heel makkelijk met blokjes dat je niet snel fouten maakt in het typen. Maar dat je gewoon blokjes aan elkaar kan plakken. Dus een hele handige manier om te beginnen met programmeren. Maar ook voor ervaren programmeurs is het heel leuk om mee te werken. Waarom vindt u programmeren leuk? Ik vind het vooral leuk. Het is een beetje puzzeltjes maken en oplossen. Je wil iets maken, een groot spel of een oplossing ergens voor. En dan ga je eerst bedenken van, nou, hoe kan ik dat in kleine stukjes maken? En dan ga je eerst in kleine stukjes oplossen en uiteindelijk plak je al die stukjes aan elkaar. En dan heb je ineens een heel spel of een programma. Dus je begint niet in één keer een heel groot spel te maken, maar eerst ga je de achtergrond bedenken en dan ga je één poppetje bedenken en dan ga je zorgen dat die goed beweegt en dan doe je het volgende poppetje. En daarna, als alles bij elkaar is, dan heb je ineens een heel spel bij elkaar. Dat zijn altijd een hele mooie verrassing. Waarom zijn er zo weinig meisjes? Ja, dat zou ik niet weten. Meisjes kunnen echt heel goed programmeren. Ze zijn veel preciezer en die willen het veel beter begrijpen. Jongens willen meteen allemaal spelletjes maken met schieten en knallen. En meisjes die zijn veel creatiever. Die proberen andere oplossingen te verzinnen. Want ik vind dat ze kunnen het makkelijk leren. Het is voor iedereen leuk. Je kan ermee doen wat je wil. Als je niet van schieten houdt, dan kan je mooie tekeningen maken met programmeren. Of je kan verhalen vertellen. Je kan er heel veel mee doen. Nee, ik heb niet.